Okidoki, terug bij de challenge. Laten we eens zien. Thailand, Cambodja? Dat is maar een gokje. Zou eventueel ook nog wel Sri Lanka kunnen zijn? Ja, wat ik zeg, dat. Een van die drie, denk ik. Ik denk dat we van Laos en Vietnam te weinig gezien hebben om definitief vast te stellen dat we daar in ieder geval geen zandwegen gezien hebben. Dus dan is het sowieso die niet. Ik hoop gewoon een bordje tegen te komen, want dat zou in ieder geval al wat landen kunnen elimineren. Het gaat echt tussen die drie eigenlijk. We hebben wel eens op een zandweg in Sri Lanka gezeten, dus het is niet onmogelijk. Maar mijn gevoel zegt me dat de kans groter is dat dit Thailand of Cambodja is. Maar we zullen het wel zien, gok ik. En ik ben nou zo dedicated naar deze route dat ik deze ook gewoon volhoud. Oh. Oké, dat helpt in ieder geval een klein beetje. Ik zie allemaal huizen op palen voorlopig. Klopt dat? Ja, oké, dan ga ik ervan uit dat dit Cambodja is. Voorlopig dan nog. Ik heb nog 30 seconden om ergens een definitieve aanwijzing aan te treffen. Dat kan dan zijn in. Ja, dat zal dan waarschijnlijk in de vorm van een vlag of een iets anders zijn, maar. Met het tempo waar het hier op gaat, is het lastig, lijkt mij. Wat ik zeg, het probleem is, we weten dat er in Thailand ook dit soort. Het was toch Thailand, ja. Dat was het risico. Ik ben in ieder geval blij dat ik niet gekozen heb voor een. Hoe heet het? Voor een Sri Lanka. Dan was dat met de taal ook al vrij duidelijk. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als deze locatie. Dit kan Letland of Litouwen zijn, misschien zelfs Estland. Ja, dat is echt pas te merken op het moment dat je een bordje ziet. Eigenlijk. Anders moet je echt gaan gokken. En dan moet je nog hopen dat het bordje dat daar iets wat duidelijk een naam op staat, zeg maar. Kijk, want dit is duidelijk Litouwen. Vanwege deze. Borderlands. Maar waar bordert het dat dan aan? Huh. Ja, is dit. God, welke grens zou er zijn? Grootste kans is Rusland. Maar er zit ook een beetje Polen bij. En natuurlijk bovenin zit ook nog.
Letland. Ik weet ook niet in hoeverre dat ik. Ik had daar gewoon moeten blijven staan. En dan gewoon die grens afstruinen. Als ik dan wel gevonden had, mooi. Als ik niet gevonden had, ook mooi. Maar. Pyrobezas. Ik zeg, de kans is klein, want het lijkt. Excuus. Het lijkt me een klein. Kleine regio, klein dorpje, kleine. Dingen, maar goed, hè. Hetzelfde geld zie ik zo meteen wel en dan is van. Ah! Oh, het was wel Letland. Wauw, ben ik even goed voor de gek houden? Dang. Ik ben benieuwd, had ik het kunnen vinden, überhaupt? Nee, zo te zien niet. Oké, okay, nou, dat stelt me dan weer ietsje geruster. Het zijn veel huizen. Oh, wacht, misschien is dat hier. Ah, nou, dat stelt me al wat geruster. Stelt me al wat geruster, want dat is het waarschijnlijk inderdaad nu. Dan moet ik denk ik het beste. Ja, zeker als er een bus rijdt, is dit 100% nu. Ik weet niet eens of ik het trouwens goed uitspreek, maar goed, dat mag op zich niet zo heel veel uit, natuurlijk. Dit is een rotonde. Dan moet ik straatnamen gaan scoren. Die zijn er wel. Maar ze zijn, naar mijn inziens, altijd vrij zeldzaam qua bordjes. Dus. Wat is dit? Oké, dit is echt wel. Dit is een meer. Dit is water. Er zit. Zou dat. Dit. Kunnen zijn. Hier zit ook water. Wat ik zeg, het is lastig omdat er niet heel veel straatnamen zijn. Volgens mij hier ook niet. Nee, dus dat is heel lastig. Ze bestaan wel hoor, dus laten we daar duidelijk over zijn, maar. Hey, de Jisk. Zou dat de Jisk van de meubels zijn? Ik probeer vooral even dat water te lokaliseren. Dat is. En het is de vraag natuurlijk van, staat het water er überhaupt op? Is het een permanent iets of is het omdat het toevallig hard geregend heeft? Weet je, dat ken natuurlijk ook nog. Het staat er dus wel op. Maar goed. Hè? We hebben het goed, dat is het belangrijkste. Chevron. Chevron zou suggereren. Okay, ik zie daar Bolivia staan. Maar is dit dan ook Bolivia? Ik moet niet vergeten dat ik het wel eens eerder gehad heb dat ik dacht van, oh, dit is
dat Bolivia absoluut niet op mijn lijst stond als mogelijkheid en dat het uiteindelijk wel Bolivia was. Dus laten we daar eens even. Het is vooral dat het chevron doet mij denken dat dit iets Amerikaans is. Dus dat zou ik eerder aan Puerto Rico en zo denken, zeg maar. Even kijken nog. Ik weet het niet. Ja. Jeetje. Kom, geef me iets. Ik wil iets met een URL hebben, eigenlijk. Dat ik kan zeggen van, oh, dit is. Dat is nou de tweede benoeming van Bolivia. Dan ga ik ervan uit dat dit gewoon Bolivia is, weet je? Dat lijkt me vrij logisch, zeg maar. San Martín de Porres. Ik weet niet of dat de plaats is of dat dat iets anders is. Sorry. Dit is een hele interessante. En dan blijf ik tussen dit kruispunt heen en weer tappen. Ja, nou is het laat. Dit was eigenlijk niet zo heel verstandig voor mij, maar goed, we zullen het zien. Oké. Acceptabel. Ik denk wel dat me dat buiten, ja. Oké. Het zij zo, dat is niet erg. Dit. Wat is dit? Maleisië? Ja, Maleisië. Ik zeg niet dat het dat is, maar. Ik hoop dat ik ergens nog een naam te pakken ga krijgen. Zoiets als dit, dit is een terminal, dus. Het is weliswaar een bootterminal, maar. Wie weet. Ik denk niet dat ik het dichterbij krijg. Zwarte nummerplaten. Hier iets op staat. Cebu. Cebu klinkt als een. Ik wou net zeggen. Nou komt die bus daar vandaan, hè? Dus. Nou is niet te zeggen dat ze niet dat het niet daar is, maar. Het is een aanwijzing. En ik ben blij dat ik in ieder geval een keer geen gat in mijn geheugen had dat ik wist dat Cebu daar was. Maar goed, voor hetzelfde geld heb ik het wel mis en dan is het zo meteen aan de andere kant. Dan kan ik niet boos op mezelf zijn. Ik heb in ieder geval de aanwijzingen gevolgd die ik zie.
Sibu. Ja, nou, dan zit ik goed. Dan zit ik goed, dan zit ik op de goede plek. Dat is heel wat, zeg. Jezus, en ik zit aan het water, dus laten we het in ieder geval wat dichter bij het water zetten. We zaten ook bij een terminal in de buurt, dacht ik. Dus dat is ook natuurlijk nog wel een aanwijzing. Zit aan de zuidkant het water. Perfect. Ik denk dat uiteindelijk, als ik de schuld ergens bij moet leggen, dat het dan deze is. Als ik die gewoon in Letland gezegd had, dan denk ik dat ik hem gehaald had. Maar goed, het is wat het is. Daar kan ik niet heel veel meer anders van maken. Dat was het in ieder geval voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.